Volledig verdiend, 11 clean sheets bij CQC. Geweldig toch? Ja, als ik ben al wel meer kunnen zijn, denk ik. Ja, want twee andere keepers hebben ook nog een clean sheet gehaald bij jullie. Geblesseerd geweest en dan toch nog mooi terugkomen. Ja, zeker. Maar inderdaad twee keer eruit geweest, twee wedstrijden gemist. Toch dat klassement winnen is toch knap, denk ik. Ja, want de concurrenten waren natuurlijk Sander Hofman van Nieuwekerk en ook Dennis Ensing van DCW. Ja, klopt. Ja, ik ken ze persoonlijk niet, maar ze zullen pas wel goede keepers zijn. Ga je volgend jaar weer winnen? Ja, dat is wel de doelstelling. Ja, want CQC helaas niet gepromoveerd. Weer in die na-competitie, weer de tweede ronde. Nu mag gelijk kampioen worden. Ja, nou, dat lijkt me wel. Een paar versterkingen erbij, dus ik denk, moet wel goed komen volgend jaar. Ja, en dan volgend jaar kampioen worden. Dat betekent dat jullie volgend jaar in de kampioensuitzending gaan komen. Ja, dat zal er vast, dat weet ik niet. In ieder geval, Perry van harte gefeliciteerd met deze wisseltrofee. En jij mag hem sowieso volgend jaar uitreiken aan degene die hem volgend jaar gaat winnen. Oké, ja, dat is mooi, dankjewel. Oké, Perry, nogmaals gefeliciteerd.